Welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een grote action shoplog. Namelijk laatst, zoals jullie hadden kunnen zien, was ik weer naar de action geweest in Wageningen. Dat is echt mijn favoriet, want het is daar altijd super netjes. Ik was namelijk gegaan op een zaterdag en ik was er super bang voor. Omdat ik normaal, ja weet je, zaterdagen zo druk. En daar ben ik nooit zo'n fan van. En dat vind ik dan vervelend om in die drukte te zitten. Maar zelfs dan, perfect gespiegeld, lekker ruime paden. Helemaal top. Dus als eerste even complimenten naar de action in Wageningen. Er is trouwens ook al een video online gekomen waarmee ik jullie meeneem. Echt laat zien wat er allemaal nieuw is in de winkel. Als je die nog niet hebt gezien, kan je eventueel hier nakijken mocht je interesse hebben. Maar vandaag ga ik dus al mijn items laten zien die ik heb geshopt op deze shoptrip. Maar voordat we in mijn aankopen gaan duiken, deze video is gesponsord door YFood. Ik heb namelijk iets super tofs ontvangen. Ik kreeg namelijk deze mystery box waarop staat Let the show begin. Er is namelijk een nieuwe limited edition smaak. Dus het is wel op is op. Dus als je hem wil uitproberen, hij is dus op de website te vinden. Linkje en kortingscode zoals altijd staat in de beschrijving. Maar we hebben dus een nieuwe smaak en hij is zo cool jongens. Het is echt fancy. Ik heb een magnetische doos gekregen. En hier is de nieuwe smaak. We gaan het hier eerst even over hebben. En daarna ga ik heel even kort over YFood hebben. Maar ik neem aan dat veel van jullie ze al kennen natuurlijk. Maar kijk even hoe leuk deze doos is. Dit is namelijk helemaal voor de nieuwe smaak caramel popcorn. Dus de doos, de inhoud is ook helemaal alsof je naar de film gaat. Wat ook heel leuk is. Dit vond ik echt heel tof. We krijgen er allemaal kaartjes bij. Waar dan dat je moet raden welke film het is. Dus dat heb ik stiekem al met Luc gespeeld. Want ik vond dat echt heel vet dat ze dat erbij in hebben gedaan. En zoals jullie weten, ik ben dol op films. Dus dit is helemaal mijn ding. Ook krijgen we super cute een geurkaars erbij. Van YFood. En hij ruikt zo lekker. Maar natuurlijk, waar het om gaat, is de smaak caramel popcorn. Klinkt delicious. Like, geweldig. En dus het hele filmthema. Zeker denk ik een aanrader als je meer van de zoetere en de meer karamel andere smaken waar YFood mee uitkomt, fan van bent, dan is dit wel echt een aanrader om uit te proberen. Dan heel eventjes snel natuurlijk over YFood. Het is een snelle, makkelijke manier voor een maaltijd of snack. Ze hebben eigenlijk van alles en nog wat op de website. Je hebt shakes, kant-en-klare to-go drankjes, bars en wij hebben het hier thuis altijd. We zijn super fan van. Ik gebruik het namelijk voornamelijk voor mijn lunch, want ik ben iemand die heel vaak niet luncht, wat natuurlijk super slecht is. En op deze manier is het zo makkelijk dat je wel alles binnenkrijgt. Wat je nodig hebt, maar dat je het even snel bijvoorbeeld onderweg doet of op je werk of terwijl je aan het werk bent. Dat is dus het hele chillen eraan. En nu dus weer een super toffe limited edition smaak. Het is dus echt op is op. Dus als je hem wil uitproberen, ga zeker even naar de website. Zoals altijd heb ik weer een kortingscode en deze werkt überhaupt gewoon op de hele webshop. Of je nu de nieuwe smaak wil proberen of gewoon je favoriet die je al langere tijd hebt bijvoorbeeld. Met de code Noël-YouTube, je ziet het nu hier onder in beeld, krijg je 10% korting op je gehele bestelling in de webshop. En zoals ik dus al had benoemd, het linkje naar de website plus mijn kortingscode nog een keer, dat je hem gewoon kan knippen plakken, lekker makkelijk, kan je hier beneden terugvinden in de beschrijving. Dan natuurlijk weer super bedankt aan YFood en ook super bedankt aan jullie, want als jullie niet mijn video's zouden kijken, zou ik ook niet zulke toffe sponsors krijgen als YFood. Nou, met dat allemaal gezegd hebben, gaan we dan echt zo in die tassen duiken. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet er vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En als je het belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En dan gaan we in mijn aankopen duiken. Ik heb er zin in vandaag. Ik weet niet of je het merkt, maar ik heb het helemaal naar mijn zin. Als eerste had ik wat nieuw inpakpapier nodig. En de vorige keer had ik deze meegenomen. Wel een ander motiefje. En ik zag ze weer liggen. En deze zijn zo chill voor dat geld. Deze zijn namelijk 89 cent. En de goedkoopste die ze hebben is iets van 59. Maar niet alleen zijn deze super cute, ze pakken ook zo makkelijk in, omdat het wat dikker materiaal is. Het is een beetje meer dat papiermateriaal. Is het heel makkelijk om te buigen en zo. Dus ja, ik vind deze echt helemaal top. Dit keer dus een nieuw printje meegenomen. En ik vond deze echt ontzettend schattig met allemaal bloemetjes eroverheen. En sommige zijn ingekleurd in het lichtroze en peachy. Heel simpel, een beetje schetsachtige stijl tekening. Ik weet het, misschien niet het meest spannende item om mee te beginnen, maar deze zijn echt
top. Dus als je nog op zoek bent naar inpakpapier, is dit zeker een aanrader. En dan ook voor 69 cent. Deze had ik nodig om een pakketje te maken. Namelijk de vrouw van de vader van Luc, die was jarig. En daar had ik een leuk pakketje voor gemaakt. En dan vind ik het altijd leuk om met dat doorzichtige inpakpapier in te pakken. Dat is dus deze. Eén rol al ervan gebruikt. Nog eentje meegenomen. Ik zal er wel een close-up van maken, maar je ziet het natuurlijk beter in die foto. Want op de rol lijkt het niet doorzichtig. Wederom niet het meest spannende om te kopen, maar wel gewoon heel erg chill dat ze dit bij de Action hebben voor heel weinig geld. Dus voor 69 cent... ook hier twee rolletjes van meegenomen. Dan ook, en ik ga gewoon even random wat omhoog houden. Maar in totaal volgens mij heb ik over 10 stuks verschillend paas snoep. Namelijk de afgelopen 2 jaar hebben Luc en ik samen alle kerst action snoep uitproberen. En jullie reageren daar altijd heel erg leuk op. Dat jullie het leuk vinden om te kijken. Want we zijn altijd een beetje, ja... aan het klieren, zeg maar. En we vinden het zelf ook gewoon echt heel erg leuk om die video's op te nemen. En nu was het zo dat ik een tijdje geleden naar de Action was geweest. En toen zag ik het dus weer allemaal staan. Nu echt gewoon 4 stands vol met paassnoep. Dus ik heb de meest interessante, zeg maar, degene die we voornamelijk niet kennen, meegenomen. Want je hebt natuurlijk ook gewoon paas M&M's of zo bijvoorbeeld. En dat is gewoon M&M's met een paasverpakking. Maar ik heb echt snoep meegenomen dat we niet kenden. Wat echt in paas thema is en van random merken. Dus dat gaan we allemaal proberen in een video heel heel erg snel. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik zal wel even een paar in beeld brengen voor jullie. Maar ze hebben in elk geval dus ontzettend veel paassnoep op het moment in de Action ook. Dan voor 69 cent. En ik ben hier iets te excited over, moet ik heel eerlijk zijn. Maar ik zag deze Squoosh Me's. En zulk soort hebben ze echt heel erg vaak op Dutch Comic Con als ik ga. Maar dan vragen ze er best wel veel geld voor, heel eerlijk. En nu zag ik het gewoon bij de Action. Voor 69 cent krijg je er 2. Plus er waren allemaal verschillende varianten. Deze heb ik meegenomen. Als we dan aan de voorkant kijken. Dit is dus een 2-pack. En er zijn maar liefst 36 verschillende. En mij ging het voornamelijk in dit setje om het zeesterretje. Die vind ik zo freaking cute. Je kunt het dus helemaal squishen en stretchen. Het is een soort stressbal. Alleen ze zien er ontzettend schattig uit. En als we dan kijken op de achterkant, kun je zien alle varianten die er zijn. En de tweede die op de achterkant staat, die Colin, dat is letterlijk eentje die ze altijd bij Comic-Con hebben. Dus ja, dit is wel echt zo chill dat je dat nu zo goedkoop kan vinden. Nu moet ik wel zeggen, ze hadden op dit moment bij mijn Action niet alle varianten. Maar voor, ik weet dat dit heel zinloos is. Maar voor 69 cent dacht ik, hoe leuk gewoon om even mee te clearen. Ik hou heel erg van zulke stressdingen. Bij Comic-Con wil ik er ook altijd aan zitten. Dus ik dacht, ja, voor dit geld, volgens mij daar is het dan echt 5 euro per stuk. En hier was maar 69 cent voor 2. Dus als je ook fan bent van zulke cute stressdingetjes, gewoon bij de Action. Voor 1,49 heb ik deze bal meegenomen voor huisdieren. Dit is de Dog Toy Ball. Filled Ball with Dog Treat with Squeaker. Nu moet ik zeggen, ik had hem nog niet geprobeerd. Dus ik ga het nu proberen voor als je een huisdier hebt. Hier komt hij weer. Ik moet trouwens zeggen, altijd als ik dat zeg, krijg ik echt de meest cute video's van jullie op Instagram. Van jullie huisdier die reageert op het speeltje wat ik aan het squeaken ben bij de tv. Als je zo'n video hebt, stuur het vooral naar me, want ik vind het super leuk om te zien. Ik hou van dieren. Maar in elk geval, ik ga er nu even in knijpen, kijken of ik hem kan vinden. Oké, je moet er best hard in knijpen. Ik moet heel eerlijk zijn, Bambi is geen groot hond. Dus ik denk heel eerlijk dat ze dit niet voor elkaar gaat krijgen om zelf te squeaken. Wat niet erg is. Want wat ik vooral hier zo tof aan vond. Dit is zo'n bal waar je snacks in kan doen. Dat is het hele idee. Dus dat je hier iets van een treat in doet. Dat ze daar lekker mee bezig kunnen zijn. Lekker puzzelen. Vinden heel veel honden altijd heel erg leuk. Bambi is daar ook altijd dol op. Dus toen ik dit zag voor 1,49. Dat is natuurlijk belachelijk goedkoop. Ik heb de beetje peachy roze variant meegenomen. Maar je had ook groen en blauw, mocht je dat leuker vinden. Maar voor dat geld, ik kijk altijd eigenlijk bij de dierenspeelgoed. Ik weet dat het een beetje hit of miss is voor mensen, of ze er succes mee hebben. Maar ik ga altijd voor die meer rubber speelgoed, want ik weet dat Bambi dit niet kapot kan krijgen. Dat heeft ze nog nooit kapot gemaakt. Knuffelspeeltjes en zo wel. Maar hiermee heeft zij persoonlijk heel erg veel schrik. Het is ook gewoon een beetje je hond kennen, om te weten wat ze allemaal kunnen slopen. Dan ook hadden ze nu deze items van hetzelfde merk. Ze dragen wel een ander gangpad. Maar zoals je kan zien heeft het helemaal dezelfde vibes. Dus ik weet niet waarom ze niet een beetje in de buurt lagen bij elkaar. Dit is namelijk van het merk Avec. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Als eerste voor 1,49. Kijk even hoe freaking cute. Ik vind washi tape sowieso altijd heel cute.
Maar ik gebruik het niet zo vaak. Dus voor mij persoonlijk moet het echt zo zijn dat ik zo ben van wauw. Om hem mee te nemen, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik zag deze en dit is helemaal mijn ding. Dit is dus van Avec Deluxe Washi Tape Set. En hierin krijg je dus met foil, een stickerboek en 7 keer tape. Mijn persoonlijke favoriet, die kan je natuurlijk wel al een beetje verwachten. Dat zijn degene met daadwerkelijk de vlinders erop. Nu moet ik het trouwens even goed zeggen, want volgens mij zitten er ook best wat motten tussen. Maar zoals jullie weten, als je me al langer kijkt, ik ben dol op vlinders en motten. Ook gewoon in het echt, zeg maar. Ik vind ze prachtig. Als ik in een vlindertuin ben, dan kom ik echt gelijk helemaal in zenwereld. Ik geniet ervan. Dus ja, deze was echt helemaal mijn ding. Het heeft een beetje vintage vibes. Je krijgt ook allemaal stamps en oude steden. Gold foiling, vlinders. Prachtig. Ik vond alles hier aan perfect. En dat voor €1,49 voor 7 washi tapes en een stickerboek. Action, goed bezig. Het is sowieso altijd heel erg betaalbaar natuurlijk, maar... ja, dit vond ik echt zo cute. Dus die had ik gelijk in mijn mandje gegooid. En dan ook voor €1,99. En deze heeft dus helemaal dezelfde vibe, zoals je kan zien. Dit is de Avec Art Journal 21x21 centimeter. En deze is ook echt prachtig. Deze heeft dus ook helemaal die vintage vibe. Met vlinders eroverheen en bloemen en ja, prachtig. Maar daarnaast, dit journal is zo mooi voor €1,99. Als je houdt van schilderen, tekenen. Het is echt het meest dikke, prachtige papier wat erin zit. Echt bizar. Dus ja, toen ik dat ook nog zag, nam ik deze ook mee. Ik vind ze ook altijd heel leuk om in te knutselen. Dus dit is ook echt een prachtige daarvoor. Het enige wat ik anders had gedaan was dit zwarte elastiek. Had ik bruin of zo gemaakt. Want het is natuurlijk echt super zacht, al die kleurtjes waar die in komt. Dus dan voelt dat het zwart in één keer zo hard. Maar nogmaals, €1,99. Dus dan mag je niet echt klagen. Maar echt super cute, deze hele collectie. Hij zit dus wel verspreid. Het ligt niet bij elkaar. Maar in de verschillende gangpaden qua knutsel en tekenen en al die dingen kan je het vinden. Dan voor €0,99. En hier ben ik zo excited over. Dit is iets wat ik al heel lang wilde. Namelijk, iedere keer wanneer we naar Disneyland Parijs gingen, zag ik heel veel mensen in Frankrijk überhaupt. Zijn ze helemaal fan van dit. Dit is namelijk een Universal Phone Cord van Lab 31 heet het. En dit is dus bedoeld om je telefoon in te doen en dan kun je hem om je nek dragen. Er zit dus zo'n plastic ding aan. Ik ben echt wel, moet ik zeggen, een beetje benieuwd hoe goed het allemaal werkt. Maar we gaan het allemaal uitproberen. Het is dus zo dat je deze in je telefoonhoesje moet leggen. En dan kan je hem dus om je nek dragen en zo. Dan doe je het hoesje terug om en dan moet het klemmen. Zo cute. En ik had al vaker tegen jullie gezegd dat ik dit heel graag wilde proberen. Maar ze hadden iedere keer bij de Action alleen maar zwart, wit... en een beetje een crème kleurtje. Wat op zich prima is voor de basic girlies. Maar ik wilde graag een kleurtje. Ik ben altijd van de kleur in mijn leven. En ik zag nu deze die echt gorgeous is. Dit is zo'n prachtige blush roze kleur. En dan zit er ook nog met goud van die streepjes overheen. Ik vond deze super leuk. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Er hingen er nu heel veel. En dit was de enige in het roze. Ze hadden wel ook nog andere varianten met dit goud in andere kleuren. Ook blauw en groen. Dus dat is wel heel erg tof. Ze komen nu in elk geval met kleuren uit. Maar ik denk dat als je roze wil, dat je wel een beetje op tijd erbij moet zijn. Want het kost maar €0,99. Dat is natuurlijk wederom geweldig. Dus ik kan niet wachten om dit uit te proberen. Ik ben heel benieuwd. Laat vooral weten als jij deze al een keer hebt gekocht of gebruikt. Wat jij ervan vindt. Vind jij het handig, ja of nee? Want het enige waar ik wel bang voor ben, is dat het zeg maar hier aan hangt. En dat dit afbreekt of zo. Want het is een soort van plastic waar die dan aan zit. En dat is wel mijn grootste angst. Want dan ben je helemaal, je vertrouwt helemaal op de ding. En dan in één keer is je telefoon weg misschien. Weet je wel, snap je wat ik bedoel? Dus laat vooral weten als jij hier ervaring mee hebt in de reacties. Dan ook, toen deze zag, ging ik eventjes zo van... dit is zo cute. Namelijk, ik zag deze nieuwe bruisbal set van Snow White. Kunnen we het even over de verpakking hebben? Dit is de Disney Princess Bath Fizzer set. Er staat niet echt Snow White op, maar zoals je kan zien... in de zin van, ik bedoel in tekst... maar zoals je kan zien, qua de figuren en zo eroverheen, geweldig. En je krijgt hierin dus 8 verschillende bath fizzers, verschillende kleurtjes en dergelijke. En op de achterkant te zien zitten er dus ook wel verschillende dingen qua ingrediënten in. Dus ik neem aan dat ze dus dan ook allemaal anders zullen ruiken. Maar hoe cute is deze verpakking? Ik werd er gelijk vrolijk van. Jullie weten sowieso, ik doe eigenlijk altijd een bruisballen set van de Action van Disney
in het grote Disney Win actiepakket op Instagram. Met dat trouwens gezegd hebben, als jullie deze video kijken, dan is die, als het goed is, live. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer wanneer die zou sluiten. Zondag 17 maart. Dus als het goed is, kijken jullie deze video daarvoor. Dus mocht je nog mee willen doen, ga vooral naar mijn Instagram. Want er is weer dus een groot Disney pakket daar nu live, die je kan winnen. Er zijn al wel een paar posts online gekomen sindsdien. Maar je ziet hem gelijk als je mijn Instagram opent. En in dat pakket zit onder andere een Loungefly tas. Dus het is echt een toffe winactie dit keer. Maar hoewel deze dus nog bezig is, moet ik heel eerlijk zijn dat ik alweer bezig ben met sparen voor een nieuwe. Want het duurt gewoon best wel een poos bij mij. En ik vond het de vorige keer ook zo vervelend. Omdat ik iedere keer zo was van, ik ben ermee bezig. En mensen vroegen de hele tijd, wanneer komt het? Maar ik vind het echt leuk om het een zo groot mogelijk, cool mogelijk pakket te maken voor jullie. Ik haal daar gewoon oprecht plezier uit om te verzamelen. Dus toen ik deze zag, wist ik gewoon, deze moet ik meenemen voor het volgende winactiepakket. Dus sowieso, volg me daar vooral. Want dan kun je echt toffe dingen ook winnen regelmatig. Maar hoe cute is dit? Action is zo goed bezig met zulke dingen. Dan ook heb ik twee douchegel varianten meegenomen. En dit was eigenlijk niet de bedoeling, moet ik heel eerlijk zijn. Ik wilde eigenlijk gewoon de klassieke Dove douchegel meenemen. Want die van mij was helemaal op. Maar die hadden ze helemaal niet meer. Dus ik dacht, nou, dan proberen we maar gewoon twee hele andere die ik nog nooit heb gebruikt. Dat zijn dus deze twee geworden. Als eerste voor 1,89 euro heb ik deze Nivea Care Shower Diamond and Argan Oil Vitamins and Oil Skincare Formula. Ja, het staat er natuurlijk weer allemaal overheen wat ze allemaal beloven. Is dus in elk geval een Nivea douchegel. Nu moet ik heel eerlijk zijn, ik ben nooit de grootste Nivea fan. Vaak vind ik de producten een beetje mooi, maar dat is gewoon persoonlijke smaak natuurlijk. Maar ja, ik vond deze wel lekker ruiken. Het is niet heel denderend, moet ik zeggen. En ik ben meestal meer van de naturelle geurtjes. Maar ik dacht, we doen een keer gek. We doen twee dingen met echt een aanwezige geur. Dus dat is deze geworden. En we gaan het gewoon uitproberen. Ik moest iets. Ik had sowieso nodig. Dus ja, laat vooral weten als jij hier ervaring mee hebt wat je ervan vindt. Ik kan er dus verder nog niet veel over zeggen. En dan ook, en deze is best wel flink. Voor 2,12 euro heb ik deze meegenomen. En deze rook gewoon geweldig. Dus toen ik deze rook dacht ik, oké, we gaan je uitproberen. Maar dit is een merk waar ik nog nooit iets van heb gebruikt. Heel eerlijk, ook nog nooit van heb gehoord. Dus als jullie er bekend mee zijn, wederom, laat maar je horen. Maar dit is de New Natural Honey. En dit is Sensorial Care Shower Gel Coco Addiction is de naam. Ik weet dat je moet ervan houden. Je hebt twee soorten mensen. Of je bent dol op de kokosgeur, of je vindt het helemaal niks. Dat is altijd wat het is. En heel eerlijk, ik ben er dol op. Dus laat vooral ook weten of jij een kokosfan bent, ja of nee. Maar toen ik deze ook rook, ik heb het even aangesnoven in de winkel. Ga ik nu nog een keertje doen. Oh, hij gaat wel moeilijk open, moet ik zeggen. Ja, hij ruikt zo lekker. Het is wel die kokosnootgeur echt, die je kent, weet je wel. Maar er zit ook volgens mij een beetje vanille in of zo. Ik weet niet, het is een hele zachte kokosgeur. Hij ruikt zo lekker. Maar ja, ik weet natuurlijk helemaal niet hoe het gaat zijn als douchegel. Of het daarvoor fijn werkt, fijne consistency is, zeg maar. Maar in elk geval, heel eerlijk, vond ik deze het allerlekkerste ruiken. Dus vandaar dat ik deze heb meegenomen. En ik dacht, nou, neem ik er gelijk twee. Want als ik er één echt niet fijn vind, dan heb ik nog de ander, zeg maar. Dus ja, zin om allemaal te gaan gebruiken. Dan ook voor 99 cent. Deze zijn allemaal per stuk 99 cent. Maakt lekker makkelijk. Als eerste, deze zal ik het kort over hebben. Want daar hebben jullie mij al zo vaak over gehoord. Dit zijn mijn favoriete budget haar elastiekjes. Zeker als je lang haar hebt, veel haar hebt. Dit houdt mijn haar perfect overeind. Ik heb namelijk vaak met dunnere of zwakkere elastiekjes dat het gaat uitzakken. Zeker met sporten zijn deze geweldig. Als ik dan bovenop mijn hoofd, houdt het gewoon allemaal bij elkaar. Is echt helemaal top. Dit keer heb ik twee pakjes meegenomen van de bruin. Ze hadden dit keer elke kleurvariant, dus dat was fijn. Want soms hebben ze alleen de roze tinten of de neon. De roze draag ik ook, maar voor dagelijkse basis vind ik deze gewoon heel erg chill. Dus daar heb ik twee pakjes van meegenomen. Want haar elastiekjes, ik weet niet hoe, maar je raakt het sowieso, vind ik, altijd kwijt. En daarnaast, zoals ik wel eens heb verteld, ik moet ze ook vaak opofferen aan mijn hond Bambi, want zij vindt het heel leuk om met ze te spelen. Dus als ze al een beetje ouder zijn en wat beginnen uit te lurren, dan geef ik ze aan haar. Dan kan ze er lekker mee spelen. En dan de andere voor 99 cent. En deze stond echt op mijn lijstje om te halen. Dit soort haar elastiekjes gebruik ik bijna nooit. Maar zoals jullie weten gaan wij over een tijdje naar Disney. Super veel zin in. En dan gaan wij ook helemaal in thema. We mogen ons verkleden. En
En daarvoor wil ik een coole haarstijl doen. En daar had ik deze voor nodig. Voor 99 cent krijg je dus zo'n setje. Wat ik ook heel fijn vind, is dat het gelijk in een soort etuietje komt. Dus dat kan je natuurlijk ook super chill gewoon meenemen. Zoals in mijn geval naar Disney. Maar ook bijvoorbeeld op reis, vakantie. Of bijvoorbeeld als je een kindje hebt die aan het dansen is. En je moet haar verzorgen daar. Is het gewoon fijn dat het makkelijk mee kan in je tas. Ik noem maar even wat scenario's. In elk geval top. En ik heb deze variant meegenomen omdat ik ze in het doorzichtig wilde. Maar dit was de enige optie in deze. Dat je dan zwarte en doorzichtige kreeg. Verder hadden ze ook bruin en zwart. Zwart en zwart. Maar dit was zeg maar de enige optie. In elk geval die er op dit moment lag met ook doorzichtig erin. En dat zijn degenen die ik nodig heb. Dus voor 99 cent krijg je deze ook helemaal top. Dan ook voor 89 cent. En hier was ik zo blij om. Want iedere keer hoopte ik al dat ze terug zouden komen bij de Action. Namelijk de Gua Sha face massagers. Ik gebruik ze altijd. Ik zweer erbij. Ik vind het ook gewoon heel fijn en relaxend werken. Ik heb sowieso namelijk heel vaak last van... Hoe heet dat nou? Komt niet op het woord. Lymfklieren? Zeg dat goed of denk nou aan het verkeerde? In elk geval krijg ik vaak van die bultjes en opgezette plekken. Daar heb ik altijd last van gehad. Maar nadat ik vaccinatie had gehad, is dat zoveel erger geworden. En dit, echt waar, ik zweer erbij als je dat ook hebt, om dit te doen. Want dat maakt het gewoon een stuk minder aanwezig. Maar ik had altijd een echte van, zeg maar, echt rozenkwarts. En die was kapot gevallen. En sindsdien gebruik ik plastic varianten ook prima. Maar ik vind de natuursteen, die werken echt het beste. En nu zag ik dus deze. Voor 89 cent heb je de Belluto Accessories. Ik ken het merk niet, dat is de naam. Gua Sha Jade Stone gives a natural glow. En dit is dus ook echt 100% Fuesian Jade. Dus het is wel gewoon, ja, 100% steen, soort van. Volgens mij is wat ze proberen te zeggen. Relaxing effect for your face and neck. En er staat dus gelijk ook op dat poppetje aangegeven hoe je het kan gebruiken. Echt super fijn dat ze deze nu hebben. Ze hebben telkens al wel gezichtrollers en allemaal zulke soort dingen van natuursteen bij de Action. Maar niet deze vorm. En dit is mijn favoriet. Dus deze heb ik nu meegenomen. Enige is wel, let heel goed op in de winkel. Want ze komen dus in deze kleine kartonnen doosjes. Wat betekent als iemand hem heeft laten vallen en het is echt natuursteen, valt hij dus kapot, kan hij breken. Dus check hem wel eventjes goed voordat je mee naar huis neemt dat hij niet gebroken is. Over steen gesproken. Deze had ik al eventjes op het oog en toen niet meegenomen. En nu dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Want ik heb er nu een bestemming voor en dan mag het van mezelf. Dat is namelijk, het is eigenlijk een severe plank. Deze. Ik zal wel een close-up maken, want dan kun je het gewoon beter zien, want hij is gorgeous. Deze wordt verkocht voor 6,98 euro, wat ik echt oprecht een steal of a deal vind voor hoe massief steen het is, jongens. Hij is ontzettend zwaar. Hij is prachtig. Plus daarnaast, wat ook heel fijn is, aan de onderkant hebben ze ook gelijk van die viltjes gedaan, dus je beschadigt de steen ook niet, of je tafel niet, wanneer je deze dan gebruikt. En hij heeft ook heel leuk deze hele simpele hendels eraan zitten in het goud. Dus lekker makkelijk. Kan je hem ook goed bij optillen dus. Maar ik ben deze dus niet van plan om te gebruiken als serveerplank om fancy te eten. Ik ben van plan om deze te gebruiken als een soort, ja, tray voor op de salontafel. Want we hebben nu een kleintje en ik ben er niet zo heel erg fan van. Ik vind niet dat hij zo fancy is als onze salontafel. En ik denk dat dit daar perfect op gaat staan. En dan met de onderzetters erop, een kaarsje, een plantje of bloemetje. Like, dit gaat zo cute staan. Ik zie het helemaal voor me. Dus ik heb de ander al weggedaan. Niet weggegooid natuurlijk, voordat je dat denkt. Maar deze komt op zijn plek. Dus ik ben hier super, super happy mee. Echt niet normaal budget. Ze hebben sowieso heel veel natuursteen dingen tegenwoordig bij de Action. Had je ook kunnen zien in de shop met mij als je die nog niet hebt gekeken. Ga dat doen, want zulke dingen zijn zo budget. Dan nog iets waar ik super excited over ben. Ik weet dat ze dit volgens mij al eventjes verkopen bij de Action. Maar ik had nooit de tijd genomen om echt ertussen te kijken en te zoeken en te ruiken. En dat is namelijk van de parfum in de Action. Ze hebben best wel wat parfum staan. Waaronder dus gewoon twee geurtjes van Guess. En ik zag deze en een roze. Maar helaas had de roze geen tester. Anders had ik hem ook geroken. Deze had dat wel. Deze werd namelijk verkocht voor 19,98 euro. 20 euro. Dan denk je, nou, dat is best wel duur voor Action te doen. Maar ook in de winkel heb ik letterlijk de prijs van deze opgezocht. En deze werd verkocht voor 60 euro uit mijn hoofd normaal. Nu moet ik wel zeggen, dit is zo'n geurtje die ze vaker hebben bij de kruidvat. En allemaal zulke soort, weet je wel, dat je meer budget kan kopen. Maar het is zeker
geen budget parfum in dat opzicht, als je begrijpt wat ik bedoel. Laten we hem gewoon gelijk even samen openmaken en ruiken. Want ik heb geen parfum op, dus dan wordt dit mijn parfum vandaag. Maar ik vind het gewoon heel cool en ik wil het ook echt wel even aan jullie laten zien. Dat ze gewoon bij de Action allemaal merken ertussen hebben staan. En ze hadden ook een paar celebrity parfums. Lijkt super cool. Je moet wel dus even de tijd voor nemen. Heel veel testers staan ook op de verkeerde plek. Dus het was voor mij wel een beetje een zoektocht. Maar kijk even cute. Als eerste dus even het flesje. Ik vind het flesje ook gewoon heel leuk. Het is heel simpel, maar wel een beetje grappig vormpje. En we krijgen dus ook lekker veel hierin. Deze Eau de Toilette krijgen we 75 milliliter van. Dus dat is ook gelijk een flink formaat voor die €19,98. Laten we hem dan nu even opsprayen. Ik probeer me een beetje in te houden, want ik ben altijd echt zo iemand die me probeert te verdrinken in de parfum. Dit is wel een geurtje die eventjes nodig heeft. Je moet hem altijd even laten settelen. Hij ruikt zo lekker. Hij is vrij zoet, zou ik zeggen. Volgens mij zit er iets van peer in. Ik zal nu wel, jullie weten hoe slecht ik ben hierin. Dus ik zal wel even in beeld brengen wat er allemaal in zit qua de geurnoten. Of hoe ze dat ook weer noemen. Wat ik je in elk geval wel kan vertellen is dat hij dus lekker ruikt. Dus helemaal blij mee. Super tof. Ik hoop dus de volgende keer dat ze ook van de roze een test hebben. Want dan ga ik hem zeker ook even ruiken. Ja, want ik vond deze echt verrassend lekker. Dan ook. En dit is echt zo'n praktische aankoop. Wat echt handig is dat ze bij de Action hebben. Namelijk heb ik weer twee keer deze meegenomen. Deze had ik al een poosje geleden ook gekocht. Omdat we komen deze dingen gewoon altijd tekort. We hebben zoveel elektronica en dingen die moeten worden opgeladen. Dat deze dingen komen altijd tekort. Dus ik had er toen twee meegenomen. En nog steeds komen ze tekort. Dus ik heb er nog even twee meegenomen. Dit zijn de Sologic. Ik hoop dat ik dat goed zeg, het merk. One Port Wall Charger. 1 keer USB-A poort. Ze hebben verschillende. Ze hebben ook met twee. Maar dan wordt het natuurlijk wel aanzienlijk duurder. Deze waren dus maar €1,99 per stuk. Dus dat is lekker budget. En deze komen zowel in het wit als in het zwart. Maar persoonlijk vind ik wit altijd het handigste. Omdat het merendeel van mijn apparatuur best veel is van Apple. En dat is allemaal wit. Dus dat kan hier wel mooi in. Dus ja, niet het meest spannende item weer van deze video. Maar helemaal nice dat ze dit hebben voor zo weinig geld. Dan ook voor €1,99. En ik vind deze zo verschrikkelijk mooi. Ik weet dat je ervan moet houden. Maar dit is helemaal mijn ding. Namelijk, zoals jullie waarschijnlijk onderhand wel weten, bij de Action hebben ze tegenwoordig edelsteensieraden. Ze hebben gold plated, ze hebben roestvrij staal, ze hebben echt van alles en nog wat. Alleen dan voor een Action prijsje, dus ik vind het altijd leuk om tussen te zoeken. Nu moet ik wel zeggen, ze hadden niet heel veel nieuw hier zo bij. Maar wel vond ik deze en die was nieuw en deze vind ik gorgeous. Dit zijn de gold plated luxury earrings. Worden dus verkocht voor €2,99, maar ze zijn dus dan ook gold plated. En kijk even hoe mooi, dit is echt helemaal mijn ding. Het is lekker kleurrijk. We krijgen ook allemaal hartjes eraan. Het is dus eigenlijk een beetje een omgekeerde druppel die we bovenin in het oor doen als stut. Met een hele mooie donkergroene steen erin. En daaronder krijgen we 3 verschillende kleurtjes hartjes. Blauw, wit en rood. Like, hoe gorgeous. Ik vind deze zo ontzettend cute. Ik denk in de zomer heel leuk als ik een vrolijk geprint jurkje aan heb met deze oorbellen. Cute. Echt super leuk. Dus ja, altijd bekijken waar. Deze liggen vaak in die bakken die ze dan lager leggen. Dus je moet echt even gaan zitten op de grond of door je knieën gaan. Heel eerlijk, ik ga vaak gewoon zitten. Want dan kan je echt helemaal vanaf achter kijken. Deze had ik dus ook helemaal achteraan gevonden. Zeker als er een modelletje is die wat populairder is, die sneller op is. Dan heb je de kans dat er andere zeg maar achter liggen. Dus je moet er altijd even de tijd voor nemen, tussen zoeken. Maar dan vind je echt hele toffe, mooie sieraden voor een klein prijsje. Dan ook voor €1,39. En hier ben ik heel benieuwd naar. Namelijk, mijn droogshampoo is al even op. En ik had nieuwe nodig. En deze heb ik nog nooit gebruikt. Maar ik dacht, we gaan het gewoon uitproberen. Kijken of het wat is. Dus ook bij deze, als je deze al een keer gebruikt hebt, laat vooral weten in de reacties wat jij hiervan vindt. Dit is namelijk de Blossity. Blossity for Hair. Weer een merk waar ik persoonlijk nog nooit van had gehoord. Dry shampoo for dark hair. No white residue. En dat trok me dus heel erg. Want ook bij Batiste en zo, degene die dan echt voor donker haar zijn, zijn mijn favoriet. Zodat je dan niet zo'n witte waas krijgt. Dus dat er ook echt op stond dat dit voor donker haar was, zorgde ervoor dat ik deze wilde uitproberen. Deze hadden ze staan voor dark hair en voor blond. Dus als je blond haar hebt, hebben ze er ook de optie voor.
En dus maar 1,39. Dus daarvoor vond ik het moeite waard om het uit te proberen. Nu moet ik wel heel eerlijk zijn. Ik heb al vaker droog shampoo bij de Action van merken meegenomen die ik niet kende. En tot dusver is het niet heel erg positief uitgepakt iedere keer. Maar we gaan het zien. Ik ga het gewoon weer uitproberen. Deze heb ik nog niet geprobeerd in elk geval. Dan ook voor 99 cent. En hier was Luc al de hele tijd naar op zoek. Dus deze heb ik voor hem meegenomen. Dit is een smartphone ring. Maar deze heeft een hele toffe vorm. Hij is niet simpel rond, maar heeft een iets leuker, ja, lijkt haast naar mijn mening op een oog als ik er naar kijk. Deze kwam dus onder andere in deze beetje mat zwart effect. En dat is perfect, want Luc heeft namelijk zo'n hoesje ook. Dus hij wil altijd dat het zo sleek mogelijk eruit ziet. Dat is hier perfect voor. Ze hadden deze ook in het zilver en in het goud. Volgens mij zijn dat de drie kleuren met zwart er dan bij die ze hadden. Nu in elk geval nog waren het allemaal beige kleuren. Soms is het dus zo dat later toffe kleurtjes erbij komen. Maar deze vorm had ik in elk geval nog nooit gezien bij de Action. Dus die heb ik meegenomen voor Luc. Is hij heel blij mee. Dus nadat ik het heb gefilmd kan hij hem gelijk gaan gebruiken. Oh, en hij was trouwens maar 99 cent. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Dan ook voor 1,59. En ik werd hier zo enthousiast over. Namelijk, dit zijn mijn favoriete kaarsaanstekers en zo. Ik ben dol op deze dingen. Gebruik ze ontzettend vaak. Maar normaal gesproken hebben we deze altijd in het groen. En nu voor het eerst zag ik deze super toffe, beetje roze-paars kleur variant. Deze worden verkocht voor 1,59. Zijn ook nog eens hervulbaar. Dus dat is natuurlijk ook al helemaal chill. Plus ze zijn gemaakt van 100% recycled materials. In elk geval zeg maar de buitenkant. Hoe ze het helemaal in elkaar hebben gezet. Dat weet ik niet. Maar ja, ik vind deze echt heel erg leuk. Zoals ik zei, de kleuren past gewoon heel erg in ons woonkamer thema qua kleuren. Dus daarom was ik super blij toen ik dit zag. En dus maar 1,59 voor 2. En deze zijn dus, zoals ik zei, super chill. Want ik heb ze wel eens ook gehad. Volgens mij was dat toen eentje van de Hema. En die was best wel prijzig. En die was zo stront-irritant als ik hem gebruikte. En deze voor 1,59 hebben er 2. En ze zijn zo fijn in gebruik. Dus dit is een aanrader. Ze hebben ook basic kleuren. Gewoon, weet je wel, zwart, zilver en zo. Maar ze hebben dus ook allemaal kleurtjes. Normaal gesproken hebben wij de groen en lichtgroen. Maar nu dus ook roze met paars. Nou, dat was dan alles wat ik deze keer heb geshopt bij de Action. Er komt dus ook heel erg snel een video aan dat wij alle paassnoep gaan testen. Ik hoop ook dat jullie daar zin in hebben. Maar ik vond het überhaupt gewoon heel erg leuk om weer een shop met mij voor jullie te filmen. Plus deze video. Ik had er zin in vandaag. Dus ik hoop dat jullie het ook zeker weer leuk vonden om te kijken. Dan heel eventjes snel een reminder naar Wife. Food. Wil je het nou uitproberen? Wil je die te gekke limited edition smaak uitproberen? De link en de kortingscode, zoals ik al benoemd, zullen in de beschrijving staan. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je bij me opvalt. En wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel, heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!